Goedendag. In het opwarmende klimaat zien we dat de Noordpool nog sterker opwarmt dan het gemiddelde. En dat wij dus afstevenen op een zee-ijsvrije Noordpool in de nabije toekomst rondom het minimum van de septembermaand. De cijfers spreken voor zich. In deze grafiek zien we de natuurlijke cyclus van het zee-ijs, de opbouw in de wintermaanden. Het volume wordt dan steeds groter, het ijs dat groeit aan. En daarna zien we in de lente, zomer, dat het ijs weer afbreekt, gaat smelten. En dat we richting het jaarlijkse minimum gaan rondom de septembermaand. Na de paarse lijnen zijn de jaren 80. Toen zaten we grofweg op zo'n 30.000 kubieke kilometer aan volume zeeijs in de maanden van het maximum. En in de maanden van het minimum was dat ongeveer de helft, rondom de 15.000 kubieke kilometer. En nu, het jaar 2017, hebben we net achter de rug. En de cijfers daarvan geven aan dat het jaar 2017 rondom het maximum ongeveer op die 20.000 kubieke kilometer zat en rondom het minimum nog maar op 5, een kwart daarvan. Dus de cijfers spreken voor zich. De afbouw van het zee-ijs gaat eigenlijk razendsnel. Dat zien we ook goed terug in deze video. Hier wordt het minimum met elkaar vergeleken. Het minimum van 1979, rondom de 17.000 kubieke kilometer. En kijken we naar de jaren erna, zien we dat het heel erg snel gaat. Soms leeft het eventjes een klein beetje op, maar de dalende tendens, ja, daar kunnen we gewoon niet onderuit. De lijn is flink dalend en we zitten nu richting het jaar 2017 nog maar slechts op 4.500 kubieke kilometer. Nog maar een kwart van wat dus 40 jaar geleden hadden. Nou, dat wordt ook wel de death spiral genoemd. En dat zien we in, in deze grafiek duidelijk. Hier zien we dat het zee-ijs vroeger eigenlijk in balans was. He, dus in de winter hadden we meer en in de zomer hadden we minder. Maar altijd kwamen we weer terug op dat gemiddelde van de winter. Maar inmiddels is het ijs zo af aan het bouwen. We gaan hier dus in, vanaf de wintermaanden opbouwing. En hier gaan we richting de zomermaanden. En dan neemt het volume weer af. En we zien hier heel duidelijk dat we elk jaar wat meer naar binnen gaan. We verliezen. Elk jaar aan volume en ook aan oppervlak. En we komen er niet onderuit dat we in de toekomst dus een zee-ijsvrije Noordpool hebben. In ieder geval rondom de maanden van dat minimum, de septembermaand. En dat zal dus in de vrij nabije toekomst toch echt gaan gebeuren.